We hebben niet minder dan 50 teams aan de start voor de finale van het Lamoco seizoen 2009. Het wordt een race die over de titels beslist in de drie klassen. In de Lamoco Endurance Trophy is EDA Racing puntenleider. Dirk Verbestel, Patrick Eulaerts en Frederik Arcari hebben met hun Suzuki 21 punten voorsprong op BK Koenig Racing. Zo moeten we volstaan. Het komt erop aan vandaag van ons plaats gewoon te verdedigen. Gewoon te kijken naar de tweede. BK race, gewoon de afstand zie je dus dat we erbij blijven. En dan trouwens dubbel punten. Hopen dat het lukt. Ben de Boek en Mario de Koster van BK moeten 21 punten goed maken om met hun Ducati de titel te pakken in de Endurance Trophy. Het gaat heel moeilijk worden. We hebben 21 punten, vandaag dubbele punten te verdienen. Vandaag ook veel nieuwe teams erbij. We zijn met 12 in een trofee, dus ik denk dat het wel moeilijk gaat worden. In de 600 gaat de Schouwer Go Fast aan de leiding met de Yamaha's van Tommy de Schouwer en Steven Hogewijs. Tot nu toe ongeslagen in de klasse en dus het maximum van de punten 24 meer dan het 600-team van Felix en Jos. Stress valt goed mee, we gaan proberen gewoon uit te raden. Normaal gezien qua punten komt het goed uit, we moeten er gewoon blijven op zitten. Bij de zware jongens in de 600 plus voert DD Bikes het klassement aan met de KTM's van Bart Klaes en Wim van den Bossen. Het duo heeft 20 punten voorsprong op Motorsportschool Zolder. Dat bezorgt de meeste stress, de dubbele punten. Normaal gezien zou het geen probleem zijn, maar met dubbele punten moeten wij al, als de mannen van de tweede plaats, als die winnen, moeten wij al bij de eerste vier zijn. Elk technisch mankement kan daar een stokje voor steken, dus het zal nog spannend worden. Eddy Geudens van Motorsportschool Zolder maakt zich klaar voor de race. Kan Geudens zijn tweede titel pakken na de sprinttitel, nu op de kroon in Endurance? Dat moet lukken, met een beetje chance. Dan zou dat eigenlijk moeten lukken, want ik heb een beetje de indruk dat DD Bikes een beetje te voorzichtig bezig is. Als ik de kwalificaties zie, zijn ze staan tint op de grid. Dat is niet zo best. En ik hoop voor ons, het team, dat we het winnen. Hè. Het hele veld klaar voor de dubbele opwarmingsronde. Polpositie opnieuw gereden door Erwin van Dikkelen van Felix en Jos in 1.37.321. Voor het Bike Service Racing Team met Jo Huiskens, dan Eddy Geudens en dan Mario van Rooij. EDA Racing zette de derde tijd neer in de Endurance Trophy. De Schouwer Go Fast pakte de pole in de 600-klasse. En DD Bikes kwam niet verder dan de achtste tijd in 600+. Hekkensluiter is de 81 van HST Racing Team. En dan groen licht, start gegeven voor de laatste race van het seizoen over 3 uur. Van Dikkelen voor Huiskens, Geudens, Van Rooij en de Yamaha R6 van Okidoki, deelnemer aan de Endurance Trophy. Snelste tijdens de kwalificaties trouwens met een 600. Van Dikkelen begint aan een demonstratie. De vierde ronde zet hij de besttijd neer. 1.36.846. Een seconde sneller dan de concurrentie. De toon is gezet. Het wordt de knaller van Van Dikkelen. Over naar de Endurance Trophy. Een dramatische race voor 33 voor Racing Team van Nuland. Voor de start derde in de puntenstand van de Endurance Trophy. Maar die ereplaats gaat verloren. De Yamaha R1 staat immobiel in de pits. Rudy, sleutelen. Ja, sleutelen helaas. Ja, het gaat om de derde plaats. Lagen we goed op. Rondetijden als nooit tevoren. En bij het wegrijden van de pit door Zerik breekt dit onderdeel af van het schakelmechanisme. Dus gelukkig ons buurteam is helaas uitgevallen. We hebben van hun motor het goede onderdeel eraf kunnen halen. Dus nou zo snel mogelijk maken. Gewoon door midden gebroken? Ja, gewoon door midden gebroken. Ja. Deze gaat zo in het blok met de schakelvork. Dan kun je niks meer. De jongens en meiden van Nuland doen er alles aan om de Yamaha weer in orde te krijgen. Maar het lukt niet, het is afgelopen en ze worden pas vierde in de eindstand. 34 is dikke klappen, snel thuis, zo heet het team. Wel, de mannen doen de teamnaam alle eer aan, want het is inderdaad snel thuis. Na de opgave, de 27 is de KTM van de Schouwer Go Fast. Niet op snelheid hier en pas een negende plaats op 13e ronde van de winnaars. Geen topkoers is het van Freddy de Schouwer en Dirk Benasse. Achtste plaats voor de 115, dat is Team Visé 2.
Dan is er ook een team Visé 1. Dat heet Visé Team met een Yamaha R6. Zevende plaats voor de 15. BK Koenig zit voortdurend in de top 3 van de Endurance Trophy. Maar in de finale gaat Mario de Koster onderuit met de Ducati. Zo zijn de titelkansen om zeep. Ze worden als zesde geclasseerd en toch nog tweede in de eindstand. Mario de Koster en Ben de Boek. Over naar team 848, ook met een Ducati, eindigen op de vijfde plaats. En zo veroveren ze de derde plek in de eindstand van de Endurance Trophy. KTM Racing Antwerpen met start nummer 9 is voor het eerst te zien in een Lamoco race. De KTM eindigt op de vierde plaats. Een pitstop bij Okidoki, start nummer 53 met Vic de Korenmeter, Wim Biesemans en Patrick de Vleeschouwer op een Yamaha R6. De Vleeschouwer stapt eraf. Er wordt gemorst daarbij het tanken. Onder de ogen dan ook van organisator en spelleider, zeg maar, Hans van de Ven. En dat levert het team meteen een waarschuwing op van baas Hans. Vrij vlot, gezien dat het feit dat het de eerste keer was. Ik ook geen competitieritme meer heb. Eigenlijk was ik vorig jaar gestopt. En nog een vriendendienstje voor een kameraad. En daarmee stond ik nog een keer aan de start. Mooie derde plaats dus op het podium. De mannen van Okidoki. Dan de 24 van EDA Racing op weg naar de titel met hun 5 jaar oude Suzuki. Controleren de race na de pech voor BK. En finishen als tweede, ruim voldoende voor het kampioenschap. Het BK Service Racing Team zegeviert in Endurance met Huiskens van den Broek. Het duo heeft een voorsprong van 4 ronden. Burnouts in de pits na de race. EDA Racing is kampioen in de Lamoco Endurance Trophy. Gezondheid, hè? Dank je. Stresserende koers? Alsjeblieft. Stresserende koers? In het begin was het toch niet gemakkelijk om van BK weg te rijden eigenlijk. Concurrent in kampioenschap. En dat was moeizaam. Ben heeft eigenlijk enorm goed gereden. Ik had dat niet verwacht en dacht eigenlijk op een 30-40 seconden voorsprong binnen te komen. En dat is eigenlijk niet gelukt. En dan de wissel gedaan, een bandenwissel gedaan, gehoekt op een nieuwe band. Om dan het laatste uur te kunnen ervan te profiteren eigenlijk. En uiteindelijk hebben zij dan pech gehad en dat vond ik wel spijtig. Want we hebben het laatste uur niet kunnen vechten zoals dat moet. En dat is wel spijtig. Het, hè. Al bij alles, gewoon een mooi seizoen. Hè? Ja, we hebben eigenlijk met de motors echt geen pech gehad. Op alle gebieden, die motto is ook al eigenlijk 5 jaar oud nu, dus perfecte motto. Uitslag van de laatste race in de Lamoco Endurance Trophy met dus de tweede plaats voor EDA Racing, de nieuwe kampioenen. EDA Racing haalt het met 166 punten, tweede wordt nog BK Koenig Racing Team en op de derde plaats team 848. Moet de beste keer voor de foto. Seks! Over naar de 600 waar Steven Hogewijs en Tommy de Schouwer halfweg de race domineren. Op weg naar de vijfde maximum score van het seizoen. Tommy de Schouwer klaar om de transponder over te nemen van Steven Hogewijs. Allebei op een Yamaha R6. En het gaat prima. Alles verloopt goed. Een wedstrijd gelijk als een ander, alleen geen speciale dingen voor gehad of zo. Alles verloopt goed. Naar wens. Ja, dat mag ook eens, hè? Wat blieft? Dat mag ook eens, hè? Ja, het is dat, hè? Geen stop-and-go's of rondes of zo. Dus, Maar er is veel volk op de piste. Is het moeilijk? Het is veel inhalen, hè? En soms de 1000 cc's,
zijn soms trager, maar op het rechtstuk komen die terug op vermogen. Dat is soms frustrerend met een 600. Maar ja, dat hoort er ook bij. Voorbij steken. Colijns Composites Racing Team wordt als 11e geclasseerd op 11 ronden van de winnaars. De 47 van EBDS Racing wordt 10e. Ga naar het startnummer 4, BH Racing Team. Zij tikken als 9e aan. Rijderswissel hier bij Houtland Racing. Geoffrey van de Kandelaren neemt over van Joost Theetaert. Joost Theetaert op een Yamaha R6. Het was goed, de baan ligt goed. Maar de conditie is nog dan niet. Op het einde van het jaar niet goed. Niet goed. Zo moet trainen. Ja. Wat ga je dan doen om die conditie goed te krijgen? Denk misschien met de fiets gaan rijden in het weekend of het tijd is. Alleen in het weekend? Ja. Mensen, tijdens de week is er geen tijd. Werk. Welk werk? Ik ben ingenieur bij een aannemersfirma. Dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dus dit is pure hobby dit? Dit is pure hobby, ja. Om ons te amuseren. 7e plaats voor For Sure Racing. Startnummer 66. Gaan we weer naar de pits. Voor een rijderswissel bij startnummer 6 DNS-team. Dirk Steenbeke geeft de transponder door aan Nico Doens. Ze zitten allebei op een Honda CBR 600. En Dirk heeft afgezien. Ik had een klein beetje moeilijk met mijn armkrampen, opgepompte voorarmen. En met een achterband is weg. Ik moet een andere hand achterband steken. De kanaalbocht ging ik altijd opzij om band te schuiven. Daarmee moest ik vroeger binnenkomen of geplant. 6e plaats wordt het voor startnummer 6. Felix en Jos Racing. Het 600-team van Felix en Jos heeft nog een waterkans op de titel in de 600-klasse. 24 punten achterstand op de schouwer. Zeg maar de grote motodealers tegen elkaar. Een pitstop hier. Dave Vaas heeft er net een stint van zowat 2 uur op zitten. Ik ben binnengekomen omdat wij een weinige pitstop gemaakt hadden. Dus ben ik binnengekomen als eerste stek. Jan is erop vertrokken. Toen we de motorfiets aan het tanken waren buiten, kwam Jan plots binnengereden met de transponder. Dus heeft een valpartij gebeurd ergens, ik weet niet waar. Ik was er niet afgekoeld. Ik denk 10 minuten gerust heb. Helm terug op en terug gas geven voor een uur. Conditie is goed? Ik denk het wel, ja. Als ik 2 uur gas open kan geven, zal het wel goed zitten. Ja. Ja, ik hoop, ja. Het kampioenschap dat is verloren, zeker? Nee, we moesten gewoon zorgen dat we voor WR-racing waren of voor Knarface. Normaal was dat piece of cake. Maar door waarschijnlijk de zenuwen denk ik van Jan, we lagen eerst en waren push. Zijn we uiteindelijk gevallen, van is Jan gevallen. Piece of cake, er zit wat schimmel op de cake. Het wordt maar een 5e plaats in de koers. En zo verliezen ze de 2e plaats in de eindstand. Ze worden 3e. Startnummer 73, dat zijn de Fun Riders. Die finishen als 4e in de laatste koers. Het wordt een 3e plek voor WR Racing. Heel regelmatig seizoen gereden. Wim Milo en René van der Lee. En ze gaan over Felix en Jos naar de 2e plaats in de eindstand. Zilver voor WR Racing. Knarf Race wordt 2e. Startnummer 23 voor 2e. Tweede plaats van het seizoen voor Frank Leijs en Jo Bikhaus. Allebei op een Honda. En zo zijn ze 4e in de eindstand. Maar er staat weer geen maat op de schouwer en hoge wijs. Kort voor het einde worden ze nog even afgeremd door een rode vlag. En dan toch pakken ze hun 5e zege op een rij. 175 op 175 punten. Prachtig seizoen. Eigenlijk niet echt pech gehad. Dat is een seizoen om van te dromen, zoiets. Ja. Dan moet, we hebben sterk gereden, zeker en vast. We hebben alle twee ons best gedaan, maar 5 op 5 gehaald. Je hebt al een paar keer of 1 keer met R1 gereden. Ga je de overstap maken volgend jaar? Volgend jaar maken we de overstap. We hebben nu 4 jaar met de 600 gereden. Dus volgend jaar gaan we met de 1000cc beginnen. Bij de zware mannen. De zware mannen zijn gewaarschuwd. De schouwer en hoge wijs komen eraan. Dus 5 op 5 en uiteraard de schouwer Go Fast team nummer 2 oververdiend kampioen voor WR Racing en Felix en Jos 600 Racing. Ja.
De kampioenen in Endurance en 600 zijn bekend, nu nog de 600 plus. En getuige van het spektakel op circuit Zolder is Pascal David van titelsponsor Lamboco. Maar echt, hoe moet je zeggen, verrast van hoe hoog niveau is in het kampioenschap. Heel wat piloten die hier rijden, heel wat hoge piloten die hier rijden, is echt een heel mooi kampioenschap. De tijden die hier draaien worden, daar kunnen heel wat mensen in BK meedraaien. Maar ze draaien niet heel rap. Er rijden ook heel wat toppiloten mee hier. Hè. Dus heb je hier Ben die in het CDM mee rijdt en zo. Dus redelijk wat namen die mee rijden in het kampioenschap. Ik neem aan dat je zelf ook liefhebber bent? Ja, ik rij zelf ook. Volgend jaar doe ik ook mee. Maar puur liefhebberij voor mij. Voor mij moet het hobby blijven. Met welke machine? Volgend jaar met een R1. Een R1, zoals die van Erwin van Dikkelen, die ongenaakbaar is in de 600+. Na zijn stint heeft Schwaik al bijna 1 ronde voorsprong bijeengereden. Erwin is binnen voor de wissel met Patrick Liesens bij Felix en Jos. Ja, het ging vrij goed vandaag. Ideale temperatuur voor mij. Zolang het niet te warm is, dan gaat dat. Conditioneel ben ik ook nog perfect. Dus we zullen zien hoe ver dat we het kunnen brengen. Om eens curieus te zijn, wat doe jij in het dagelijks leven? Drukker. Zelfstandig. Dus een klein beetje met verstand nog op het circuit rondrijden. Nooit gedacht aan een profcarrière? Eerlijk gezegd niet, nee. Dit is plezanter. Koud bij thuis. Je zit op 10 minuutjes zit je terug thuis, dus ideaal. Halfweg de race in tweede positie voor motorsportschool Zolder met Geudens, Rijmen als Nikasi. Maar ze hebben een lot niet meer in eigen handen. Ze zijn afhankelijk van het resultaat van DT Bikes dat 20 punten voorsprong heeft. De wissel hier bij motorsportschool. Nikasi neemt over van Koen Rijmenans. Het is heel druk op de baan. En veel verschillende niveaus. Dat is gevaarlijk. Je moet er altijd zomaar tussenin vliegen. En dan rijden andere lijnen. En het is moeilijk rijden. En dan DD Bikes Racing. Voorlopig een vierde plaats in de 600+. En dat zou voldoende moeten zijn voor de titel. Bart Klaes is klaar voor de wissel met Wim van den Bossen op de 21. En de spanning is te snijden in het team. Transponder doorgeven. En Klaes kan de baan op. De titel wenkt. Wim niet content? De plaats ziet er voorlopig goed uit. De motor durft soms uitvallen. Als ik hem iets te plat leg in de linkse bocht, denk ik dat de noodstop het kweekcontact of zo even aanslaagt en dat de motor even uitvalt. Motor terug recht en hij draait terug, maar dat is lastig. Het moet een stresserende stint zijn geweest voor Wim. Kijken naar XOD Racing. Zij waren derde bij de start van de race op 36 punten van DD Bikes. Ze proberen brons of wie weet nog zilver te pakken in het kampioenschap. Maar alles gaat fout tijdens de eerste stint. Die van Ivan Ansoul. Hij valt stil op de omloop en iemand van het team gaat de transponder ophalen. Na heel wat tijdverlies kan Bert Linten eindelijk op pad als het pinneke erop zit. Veiligheidspin om die transponder op zijn plaats te houden. Maar dus heel wat tijdverlies voor de 19. En dan komt Hansoel afgepeigerd binnengestrompeld in de pitlijn. Ik kom uit de zakje X. Geen gang meer. Ik doe teken, ik was hier toen. Ik doe teken, ik ben direct daar. Juist achter die Villeneuve ben ik stilgevallen. Zonder benzine? Ja. Rondje te veel? Nee, ik denk dat het alarmlampje niet aangegaan is of te laat aangegaan is. Dat ik het niet gezien heb, dat kan me dan niet, want dat brandt heel fel. Maar een halve ronde mogen duwen vanaf daar heel beneden aan de Villeneuve. Dat op de zondag. Ja, maar goed dat het toch betaald is dan. Pas een 14e plaats in de 600+. Wat een tegenslag nog voor de mannen van XOD Racing. En zo verliezen ze de derde plek. Pakken ze geen brons in de eindstand van het kampioenschap. Ze worden pas vijfde. Een zevende plek in de race voor VDB 69. En daarmee klimmen ze naar de vierde plaats in de eindstand. Danny de Smet en Gino van den Broeke. En pitstop bij
Het team met startnummer 25 bij TR Racing. Zij zijn op weg naar de zesde stek. Team 12 wordt vijfde. Vijfde plaats voor Harry Maas en Sven Janssens. En hoe loopt het kampioenschap dan af? Het wordt een vierde plaats voor DD Bike. Ze pakken daarmee 32 punten, komen op een totaal van 142 punten. En zelfs als Motorsportschool Zolder de race zou winnen, is DD Bikes kampioen. Want met een zege komt de Motorsportschool op 140 punten of 2 punten tekort voor de titel. We gaan een pitstop meemaken hier bij de 14 bij Motorweelde BVD. Met Mario van der Rooij, die gaat overnemen van een wat zieke Toon van Sprengel. Na de pech van XOD Racing kan Motorweelde de derde worden in de eindstand. Na zijn stint wordt Van Sprengel meteen onder handen genomen. Toon is nodig. Ja, het is nodig. Ik zeg, je veld toch grip eigenlijk van woensdag. En dan vrijdag nog een spuit gaan halen met cortisone. Gisteren nog over moeten geven en heel misselijk. En ik heb eigenlijk goed gereden, wel zeg ik het zelf. Ik had goede tijden. Na Mario nog, onze grootste concurrent, die is zonder afgevallen. De 19, dus het ziet er goed uit. Dus, komt goed. Zie je het hoor. Jo. Het wordt uiteindelijk een derde stek bij de finish voor Mario en Toon. En daarmee worden ze ook derde in de eindstand. Het trio van Motorsportschool Zolder wordt tweede. Trio Geurens, Rijmenans, Nicasi. Ze pakken zilver op 8 punten van kampioen DD Bikes. De verkeerde bandenkeuze van Motorsportschool in Magny-Cours kost het team de titel. Een zege voor Felix en Jos met Patrick Liesens en vooral een veergaloze Erwin van Dikkelen. Wat heeft die een schitterend orgelpunt gezet achter het Lamoco seizoen 2009. Honderden liter champagne voor DD Bikes, voor Bart Klaes en Wim van den Bossen, de kampioenen in de 600+. Beste zijn we vierde. Mijn motorsport zo tweede. Ja, kampioen. Het is een zwak koers. Kampioen. Stresserende koers? Het viel eigenlijk mee. Ja? Ik heb mijn mot laten starten. Mooie tactiek voor mijn eigen kalm. Maar de wedstrijd ingeschat en geen risico's genomen. Dus ja, het is gelukt. Ja, echt wel tevreden. Opluchting. Inderdaad, opluchting. Het zag er even niet meer zo goed uit. Maar het is allemaal toch nog in orde gekomen. Dus we zijn tevreden. De KTM heeft het gehouden. Gelukkig wel, gelukkig wel. Code Rood kwam deze keer iets positief uit. Dus ja, het is binnen. Het is gelukt. We zijn tevreden. Erwin van Dikkelen heeft dit jaar maar 2 koersen gereden in de Lamoco Endurance Series. En ze allebei gewonnen. Voor mij was het ideaal vandaag qua weersomstandigheden. En de laatste dag van het seizoen. Ik zei van, we gaan er nog eens een keer volledig voor. Hè? 36-8 in de race. 36-8, ja. Maar dat was verkeer. Ja, dat was wel in het begin. Hè. Dus als het begin, de eerste 5-6 rondjes, heb je een beetje vrije baan. Dus... dan kun je een beetje proberen door te geven. Ja. Patrick, dat is leuk om zo'n teamgenoot te hebben, zeker? Ja, als hij altijd zo blijft presteren, dat was ideaal. Dan kunnen we wel regelmatig scoren. Maar het is een perfecte afsluitdag geweest vandaag. Ja, zonder die no-scores dan waren jullie los kampioen geworden, denk ik. Ja, dat is, inderdaad. Maar ja. En volgend jaar er weer bij? Volgend jaar er weer bij. Ja. Met hetzelfde materiaal? Met dezelfde mensen, 9 mensen. 3x6, 3x1 en 3 Fireblades. En met dezelfde mensen, ja. Just for fun, maar wel voor de beker. Okay. De uitslag in de 600+, laatste race van het seizoen. En de titel gaat dus naar DD Bikes. Ze winnen met 8 punten voorsprong op Motorsportschool Zolder. En Motorweelde is derde geworden. Dat was het voor het Lamoco seizoen 2009. Op naar 2010... Ben je al lang in midden?